vanuit het hart van de hoofdstad. Goedemiddag. Ik sta in wat ongewone omstandigheden op een nogal ongewone plek. Midden in Amsterdam en ook midden op de Amstel. Op een pier van het mooie gerestaureerde sluizencomplex uit de 19e eeuw. Tegenover Carré en vlakbij de Magere Brug. En iets verder weg liggen dan muziektheater en het stadhuis, de Stopera, zoals ze hier zeggen. Straks zullen kroonprins Willem-Alexander en Maxima Zorgheta, zijn verloofde, hier voorbij komen voor misschien wel een van de mooiste momenten van hun kennismakingsbezoek aan Amsterdam. Een rondvaart langs historisch en modern Amsterdam. Op dit moment, als het schema nog steeds klopt, vertrekt het paar vanaf de steiger bij de Nederlandse Bank voor hun rondvaart. En zodra ze de Amstel opdraaien, krijgt u ze in beeld. Het bezoek aan Amsterdam is het tweede in de uitgebreide kennismakingstournee van Maxima. En het eerste aan een grote stad. Afgelopen dinsdag waren ze in Noord-Brabant en daar hebben ze 4 steden bezocht. En Maxima maakte daar meteen kennis met het nogal veranderlijke Nederlandse weer. Bijvoorbeeld in Den Bosch kwam ze aan in de gietregen. Maar ze vertrok weer in een open auto in de zon. Nou, het paraplu-scenario waar de burgemeester van Breda dinsdag over had. Nou, dat geldt hier in Amsterdam ook. Het regent en de zon schijnt. Nou, het is van alles door elkaar. Het is Nederland. Het bezoek aan Amsterdam is om meer dan één reden bijzonder. Het paar zelf, maar ook de autoriteiten hier, de politie, gemeentebestuur en zeker ook het meereizende gevolg uit Den Haag zullen met extra aandacht bekijken in welke sfeer het kennismakingsbezoek aan Amsterdam verloopt. Want uiteindelijk over een kleine 5 maanden zullen Maxima en Willem-Alexander hier trouwen op 2 februari. En vandaag ja, zou je een voorproefje kunnen noemen. En zeker voor de mensen die 2 februari allemaal moeten organiseren en daar nu al druk mee in de weer zijn. Is vandaag eigenlijk een beetje een testcase. Gaat het nu goed, dan zal het op 2 februari 2002 ook wel lukken. Zijn er nu protesten, nou dan zijn die er wellicht dan ook. Nou, lang zullen Maxima en Willem-Alexander daar trouwens niet bij kunnen stilstaan. Het wordt een heel drukke week voor het verloofde paar. Overmorgen woensdag zijn ze in de provincie Drenthe en donderdag in Groningen. 3 bezoeken dus in 1 week. De traditionele Amerikaanse toeristen die Europa bezoekt. It's Wednesday, it must be assen. Nou, zou dit niet kunnen verbeteren. Goed, ook op de Amstel in een boot van de NOS is collega Aldit Hunker met een mobiele camera. En zij zal straks met haar bootje de boot met het paar van dichtbij kunnen volgen. Aldit, je bent dichtbij de brug van de Sarfatistraat bij het Amstel Hotel, geloof ik? Klopt, ja. Ik zit zeg maar een beetje op de kruising van de Singelgracht en de Amstel. En links van mij in ieder geval is de Nederlandse Bank en daar zijn ze nu aan het instijgen in hun boot en ze komen er zo aan als alles goed is. Het is natuurlijk verschrikkelijk treurig, je gaf het al aan met het weer, het regent, het is koud, het waait ook hard. Dus het is maar net de vraag hoeveel mensen hierop afkomen vandaag. De bedoeling is dat ze met hordes tegelijkertijd in bootjes rond de grote boot zullen varen. Nou, dat moeten we even afwachten, Maartje. Ja. Nou, die regen is wel een spelbreker natuurlijk. Vanmiddag ook bij de aankomst van het paar, zo rond 2:30, was het ook niet heel erg druk. Zo'n 1500 mensen waren naar het stadhuis op het Waterloopplein gekomen. We laten daar nu iets van zien. Dat zijn beelden van Amsterdamse televisiezender AT5... waarmee wij als NOS voor de uitzending van vandaag, van vanmiddag en van vanavond samenwerken. Nou, de officiële aankomst was er, maar de officieuze ook. Vanmiddag het paleis op de Dam. Maxima met een soort weekendtas. En daar waren er ook al wat mensen. Het paar reageerde daar nog niet heel erg op. Het bezoek was ook officieel niet begonnen. En daarna kwam ze, metamorfose. Kwamen ze naar buiten. Maxima in een licht pak op weg naar het stadhuis. Er waren dus zo'n 1500 mensen. Het paar bleef in de auto. Maxima zat rechts naast Willem-Alexander. Ik stond daar met een paar mensen die mopperden een beetje, want de meeste mensen stonden links. Ja, Willem-Alexander kennen we wel. We willen Maxima zien. Nou, ik denk dat dat nog wel eens vaker gezegd zal worden bij de komende bezoeken. Commissaris van de Koningin Jos van Kemenade en burgemeester Job Cohen verwelkomden het paar. Maxima,
Hansjema. En Maxima krijgt de bloemen aangeboden door Nikolai Komarov. Dat is een leerling van de Notenboomschool. Dat is een school voor chronisch zieke kinderen. Ze zullen ruim een uur in het stadhuis blijven. Het paar wordt aan heel veel mensen voorgesteld. En ze krijgen ook een lezing over de geschiedenis van de hoofdstad en het Koninklijk Huis. En aan kroonprins Willem-Alexander wordt ook gevraagd waarom hij nou in Amsterdam wil trouwen. Amsterdam is de hoofdstad. Het was voor mij vanaf jeugd al duidelijk dat ik nergens anders dan Amsterdam zou trouwen en kon trouwen. En ik ben ook erg blij om hier te trouwen. De lezing van Geert Mak had als titel Vogelvlucht boven Amsterdam. En in sprongen van 100 jaar schilderde Geert Mak de groei en de veranderingen in Amsterdam. Ik sta weer Amstel. En misschien kan ik nog even Aldert Hunker vragen. Al dit, zijn er wat meer mensen? Wat zie je rond je? Nou, wat ik om me heen zie, ik zie wel wat mensen op de kade staan. En hier onder de brug waar wij ook wachten, een paar bootjes. Die ook wachten tot de regen echt voorbij is. En natuurlijk dat het paar langskomt. En voor de rest nog steeds niet zo gek veel. Nou, ik denk dat het nog even duurt voordat de boot met het paar in zicht komt. Zij is misschien toch ietsje later vertrokken dan gepland. Nou, dat geeft ons even de gelegenheid om wat beelden te laten zien van eerdere kennismakingsbezoeken aan Amsterdam. Van prinses Juliana en prins Bernhard in 1936. En van kroonprinses Beatrix en prins Klaus in 1965. Prins Klaus was toen voor heel veel mensen niet zo'n vanzelfsprekende keuze van Beatrix. Maar van die bezwaren was tijdens de boottocht, tijdens de tour door Amsterdam eigenlijk weinig te merken. Het paar zat toen ook in een rondvaartboot en Juliana en Bernhard in de auto. Politie te paard en te voet reden prinses Beatrix en haar verloofde in een stortregen door Amsterdam centrum. Het paar liet zich door dit weer niet ontmoedigen en ze wuifden wat ze konden en aanvaarden van degenen die hen door het politiecordon heen wisten te bereiken boeketten en andere bewijzen van hartelijkheid. Via het Muntplein ging men naar de ambtswoning van de burgemeester waar men zich na de lunch inscheepte op een rondvaartboot voor een tocht door de grachten. Ook de koningin en prins Bernhard, die prinses Beatrix en de heer van Amsberg bij hun tocht door Amsterdam vergezelden, bevonden zich nu en dan op het achterschip om te kijken en te wuiven naar de mensen aan de kant. Dat was 1965, u bent terug op het sluizencomplex op de Amstel, in het hartje van Amsterdam. En we wachten op de boot waarmee kroonprins Willem-Alexander en zijn verloofde Maxima Zorgieta zo de Amstel op zullen draaien. Mijn collega Aldert Hunker is met een mobiele boot in de buurt van de boot waar het paar op zit. Aldert? Ja, ik zie de boot nog niet, maar het kan echt ieder moment gebeuren als je het mij vraagt, maatje. Wat ik wel gevonden heb is een wel heel, wat zal ik zeggen, moedig paar. Ook met een bootje, zonder kajuit. Wat verwacht je van deze dag? Ja, we zijn op stap gegaan. We dachten van, het kan ons niet schelen. Al komt er storm, al komt er regen. Dus dit is het. Wat is nou uw fascinatie met dit paar? Ik mag nog geen echtpaar zeggen. Nou, ik denk dat ik het moedig vind dat ze deze toekomst tegemoet gaan. En ik hoop dat ze echt heel gelukkig blijven. Ze zijn het zeker, maar ik hoop dat ze het blijven. Als u het nou voor het zeggen zou hebben, hè, een kroonprins trouwen, wat zou u doen? Ik zou het mijn dochter niet aanraden. Ik heb mijn prins al gevonden. Wordt het nou wat straks op de Amstel als ze hier gaan varen?
Zometeen natuurlijk, we zijn Amsterdammers. Heb je al die boten gezien? Nou, waar zijn ze dan? Nou, ze liggen in de Herengracht en hierachter liggen er een heleboel. Nou, wacht maar af. Dat zal je nog verbazen. Dus het wordt toch nog een klein Amsterdams feestje? Natuurlijk wordt het een Amsterdams feest. Het is fantastisch dit. Goed, dan moeten we dan maar even afwachten of het inderdaad zo is, Maartje. De Herengracht schijnt dus vol te zijn met boten. Nou, dat zullen we straks zien. Ja, de Herengracht is altijd het hoogtepunt volgens mij voor elke toerist die een rondvaarttocht maakt. Het is ook de mooiste huizen. En ja, alle de organisatoren van die rondvaarttochten vinden dat toeristen de Herengracht niet mogen missen. Nou, uiteindelijk Maxima natuurlijk ook niet. De schipper straks, de boot van Alexander en Maxima, is een echte Amsterdammer die zich buitengewoon verheugt op deze rit. Deze tocht, de boot natuurlijk extra mooi gemaakt en in de bloemen gezet en schoongemaakt. Schipper zei wel, varen is mijn lust en mijn leven, maar ik heb ook 2 jaar lang in het Caribisch gebied gevaren. Dat was heel wat aangenamer. Wie weet is dat de gedachte die af en toe ook Maxima door haar hoofd speelt. Het is een schip dat gebruikt wordt eigenlijk, ja, voor representatie van de haven. Ze hebben vaker beroemde mensen aan boord, staatshoofden. In het gastenboek staat Salman Rushdie, hoofdcommissaris, oud-hoofdcommissaris van politie Erik Nordholt ging geregeld met gasten een tocht maken. En nou, dat zal straks dan ook gebeuren. Ik heb het idee dat het paar ietsje later weg is gegaan dan gepland. Dus we moeten daar gewoon nog eventjes op wachten. We zijn nu van de kade, we komen er nu aan. We zijn nu los. Er zijn rond de 50 rondvaartboten. En zo'n 3 miljoen toeristen per jaar maken een tocht. Het is echt de toeristische attractie nummer 1 in ons land. En vanzelfsprekend dat als je kennis maakt met de stad Amsterdam, dat zo'n rondvaarttocht erbij hoort. Het is wel zoals bij alle andere bezoeken ook, dat geldt in Brabant waar gekozen is voor steden. Dat geldt ook voor Amsterdam. Is maar 1 dag, beperkt aantal uren, 5, 6, 7 uur te besteden. Maar je merkt ook weer in Amsterdam dat toch veel mensen zeggen, waarom doen ze wat ze doen? Waarom komen ze niet bij mij? Waarom komen ze niet in de Bijlmer bijvoorbeeld? Maxima moet toch ook kennis maken met het multiculturele van de stad Amsterdam. Maar dat zou ze toch in de Bijlmer juist kunnen zien. Ik stond met wat mensen van de GGD. Weet ze wel goed hoe dat allemaal gaat. In Brabant was het zo, waren er ook wat protesten. Mensen vonden dat er te veel aandacht was voor de steden Brabant-stad. Het plan van 5 grootsteden in Brabant, dat stond centraal. Dat was het thema. Maar natuurlijk zijn er altijd mensen die zeggen, ja, waarom niet bij mij en waarom wel dat andere. Maar er zullen nog heel wat werkbezoeken gemaakt worden. Dus komt het paar nu niet, dan komen ze vast wel later. Amsterdam. De
sluiswachters hier die verheugen zich ook al op de komst van het paar. De boot zal strakjes langskomen. Zij bedienen een aantal bruggen, ook de Hoge Sluis en de Magere Brug. En ze vertelden ook dat vier keer per week wordt het binnenwater van Amsterdam ververst. Kan je niet zeggen, komt nieuw water bij. Dan zit Amsterdam als het ware op slot. Alle sluizen zijn dan dicht en dan komt er via het gemaal in Zeeburg vers schoon water binnen. En bij hoogwater gaat de sluis ook dicht. Anders loopt Amsterdam onder water. Normaal is het min 40 Amsterdamspeil. En als het min 20 is, dan wordt het kritiek. Komt niet zo vaak meer voor. Als ik naar de helikopter kijk, zo'n beetje boven ons hoofd, zou ik denken dat de boot er aankomt. Aldid Hunker, jij hebt je mobiele boot in de buurt van de boot van Kroopers Willem, Alexander en Maxima. Ja, ik zie ze, Maartje. Je ziet ze. Er komt eerst een hele stoet politie aan te pas. En daarna een hele mooie versierde boot. Zouden zij dat al zijn? Ja, dat moeten ze zijn. Ja, ik zie ze achter op de achtersteven. De hele stoet erachteraan met van die toeristenbootjes, die grachtenboten. En ik geloof dat het feest nu wel begint los te barsten. Ik zie vlaggetjes, ik zie paraplu's, ik zie alles in het oranje. En je zult het waarschijnlijk wel horen, er wordt ook flink getoeterd. Ja, ze gaan dus nu zeg maar de Amstel opdraaien. En ik zie het, ik zie ze. Wat is dat voor boot? Ja, het is een boot van het gemeentelijk havenbedrijf. Is het waar dat het alleen zo voor representatie en zo wordt die gebruikt? Hè? Vandaar dat altijd belangrijke mensen aan boord zijn. Klopt, ja. En nou, wat ze gedaan hebben, ze hebben de hele achtersteven versierd met diverse bloemen. En daar staat het paar dan tussen, onder transparante paraplu's. Goeie regie als je het mij vraagt. En de persboot die vaart er achteraan en wij gaan ook. We gaan eens kijken hoe dichtbij we kunnen komen, maar volgens mij heb je ze nu pontificaal in beeld. Ja, jij kunt dat niet zien, maar dat is zeker zo. We kunnen ze zien, we zien het paar en we zien die doorzichtige paraplu's. Max heeft ook een zo'n sjaal omgedaan. En een persje completje, maatje, dat had ik toch anders gedaan met dit weer, wat jij? Ja, maar ja, je jekkamer mee naar Sneek gaat is misschien ook weer niet alles. Gaan mensen ook weer mopperen? Dat is waar, je moet ook iedereen tevreden stellen. Nou, er is hier nu een ware opstopping aan de hand. Twee persboten en wij zitten ertussen. Dus het wordt even vechten nu, voor het mooiste plekje. Het was even dringen, maar we zijn er tussendoor. Het is gewoon de wet van de sterkste hier. En het wordt hier bij Carré toch echt iets lichter. Misschien breekt de lucht zelfs. Dat is bij jou, daar neem ik aan, ook ja, zo. Paraplu's kunnen misschien naar beneden. Ik hoop het. En de bruggen staan nu vol. Nou, dat hadden we een uur geleden ook niet kunnen verwachten. Het wordt toch het feestje waar we allemaal op zaten te wachten. Er is van tevoren zoveel te doen geweest over Amsterdam verwende stad en die komen niet de deur uit voor zoiets, maar ze staan toch te joelen. Maar ik heb wel het idee dat als je bekijkt en alle kranten leest, radio hoort, televisie ziet, bijvoorbeeld in Brabant, dat in ieder geval de publiciteit vooraf in Amsterdam toch veel beperkter was. Of Amsterdam meer gewend is aan dit soort bezoeken of iets onverschilliger is, ik weet het niet. Nou, maar verwend zegt men dan, hè? Ja. Ze komen toch wel terug en hier zijn toch alle grote feesten, maar inderdaad, paraplu's kunnen ook op de boot van de kroonprins en zijn verloofde naar beneden. Ze komen nu de Amstel opgevaren.
onder de Hoge Sluis door. Het lukt toch een paar hele brutale mensen om tussen al die politieboten door een beetje in de buurt te komen. Ik ga straks eens kijken of ik een paar kan bereiken om te vragen hoe ze dat nou voor elkaar hebben gekregen. En wat ze allemaal aan boord hebben, want ik zie bier, ik zie wijn, ik zie hapjes. Dus dat gaan we straks even goed uitzoeken. Van Maxima en Alexander met gehuurde bootjes. Hallo, heel goed. Die ons aankondigen dat de boot er aankomt. En nu wordt het dus echt dringen, want nu gaan we de sluizen bijna door. En ik tel zo in de gauwigheid 10 boten. Nou, het zijn er veel meer. En dat moeten allemaal doorheen. Een boot van de Korpslandelijke Politiediensten. Vanzelfsprekend ook vooruit. En dan de boot van havenbeheer. Met de bewaking aan boord. Vanzelfsprekend mooi versierd. En het paar gaat nu richting de Magere Brug. Onder de Magere Brug door. En dan eigenlijk vlak voor het muziektheater en de Stopera gaan ze linksaf de Herengracht op. De plek, hoogtepunt van elke tocht met een rondvaartboot. Ja. Maartje, het eerste bootje is gesneuveld en we zijn er net voorbij. We kunnen het ook niet meer in beeld krijgen, maar ze liggen met z'n allen in het water. Hebben jullie het in beeld? Koude bedoeling lijkt me dat. Het is een bootje met persboten en... Het is wel een klein beetje een vertoning als je ziet hoe alle journalisten, cameramensen... Maar goed, waar geen camera's zijn, daar is ook een bezoek niet geweest. De pers. Er zijn mensen in het water gevallen. Ja, een roze haas kan ik je vertellen. Ja, die hebben inderdaad... dat zal niet aangenaam zijn. De boot wordt achtervolgd door... Boten van rederij Kooi en mensen met hun eigen bootjes, klein en groot. Ik heb ze door al het gedrang even niet meer in mijn vizier. Het is net een hele slechte aflevering van een politie te water serie dit. Nou, misschien is het wel een mooie aflevering van een kennismakingsbezoek aan Amsterdam. Nu toch vrij veel mensen. Als we dat voor elkaar krijgen, dan hebben we de helft gewonnen. De rondvaartboot de Maxima, zoals ook de rondvaartboot de Willem-Alexander. En die zijn vanzelfsprekend in de buurt. Terwijl de stad naar mijn idee vanaf vanochtend vroeg eigenlijk heel rustig was, gaat er nu toch, komt ook door de helikopters denk ik, een sfeer van hier gebeurt iets en daar moet je bij zijn. Zwaait. Naast het paar staat mevrouw Boelaert, hoofddame van de koningin. Burgemeester Cohen is er vanzelfsprekend bij. Nou.
De hele karavaan gaat nu afslaan, de Herengracht in. En op de kade wordt er flink meegelopen. Niemand wil dat moment missen, dus... Hier is het echt een drukte van belang. En het voordeel natuurlijk van zo'n Herengracht is dat het een stuk smaller is dan die Amstel. Dus je hebt het gevoel, denk ik, als toeschouwer dat je er wat dichterbij bent. En ze hangen uit de ramen en ze staan in bootjes. En ja. Hey Rudy, waarom? Ik denk dat als dit het voorproefje is waar burgemeester Cohen het definitief niet over wil hebben, dan zit het wel goed straks op 2 februari. Het is wat kouder dan vandaag, maar... Ik zie die persboot wat voor ons. De tocht gaat zakjes verder via de Herengracht, via de achterkant van het Centraal Station en het Java-eiland. Echt een nieuw Amsterdam, nieuwe woningen, alle... jonge mensen zich vestigen en de tocht zal dan eindigen bij de nieuwe passagiersterminal Amsterdam. En daar zal het gezelschap praten met een groep jonge Amsterdammers onder leiding van André van Es. Oud-Kamerlid is de directeur van de Bali. En zo rond 6:30 zal het paar dan naar huis gaan. Martin? Maxima kent Amsterdam al wel een beetje. Is hier vaker geweest, maar ik denk op deze manier is het toch weer helemaal nieuw en anders. Al vindt ze in er eentje wandelend of met een paar vriendinnen of een beetje fietsen door de stad misschien ook wel prettig. Goed, heel veel verder kunnen onze camera's de boten niet volgen. Dus via de Herengracht, achterkant Centraal Station, het Java-eiland. Straks een discussie. Met jonge Amsterdammers onder leiding van André van Es, oud-Kamerlid en is directeur van de Bali. Veel verder kunnen we de boot niet volgen, want gaan de zenders en de camera's niet. De verrassing van het kennismakingsbezoek aan Amsterdam vanmiddag was de rit door de stad met een historische tram van het gemeentelijk vervoerbedrijf.
Maxima en Willem-Alexander stapten zo'n anderhalf uur geleden in dat mooie trammetje. Nadat ze een bezoek hadden gebracht aan de Hollandse Schouwburg. De plek waar in de Tweede Wereldoorlog vele tienduizenden Joden zich moesten verzamelen. Voordat ze naar Westerbork en de concentratiekampen werden gedeporteerd. Nou, de rit met die tram zelf was natuurlijk niet zo'n verrassing. Maar wel het moment waarop iemand het sein zou geven. En nu stoppen we en hier gaan we eruit. Want ja, het zou toch niet anders kunnen, Maxima, rondtoeren door de binnenstad en dan niet kennis maken met wat dan heet de gewone Amsterdammers. Nou, dat kan niet. Dus iemand had bedacht, nou, onverwachts moet er ergens gestopt worden. De plek was goed geheim gehouden. Wandelen over de Albert Kuipmarkt werd het niet, want dat lekte uit. Dus die locatie was wel genoemd. Maar het was een verrassing en wij waren erbij. Het paar stapte uit de historische tram bij de Javastraat. Ik heb het gehoord dat tegen een paar gordijnen aan de overkant kan ruilen. Dus, Ze heeft zelfs een zoen gehad, Maxima. En ze hebben een beetje rondgelopen op de Dappermarkt. Dat is een buurt waar heel veel allochtonen wonen in Amsterdam-Oost. En hier stapte het paar uit, ook weer in de stromende regen. Zoals het nu ook weer gaat regenen, al stroomt het niet. En daar hebben ze ook met een aantal mensen gesproken. Nou, ik denk dat we hiermee de rechtstreekse uitzending van NOS Actueel besluiten. De rondvaart die gaat door rond 6:30, zal het paar de stad verlaten. En het paar vaart dus op dit moment via Herengracht, achter Centraal Station naar het Java-eiland. En ik denk dat u er vanavond wat meer van kunt zien in ons magazine bij NOS Actueel. Dat is om 7:55. Maxima, de kennismaking op dit net, Nederland 2. Graag tot straks. Goedemiddag.